Wat een intensieve training. Het maakt niet uit vanuit welke hoek je het bekijkt. Bekijk onze nieuwe video om erachter te komen hoe je iedereen voor de gek houdt met behulp van sociale media. We hebben een verborgen superkracht. We zien er geweldig uit op elke foto. Wat is ons geheim? Lippen zoals Angelina Jolie? Simpel. Nu ga ik proberen om de lippenstift van mijn tong te wassen. Wauw, dit meisje op Instagram is beeldschoon. Wacht even, het kan niet waar zijn. Dat is zij, toch? Ze lijkt... Oeps, ik word betrapt. Tijd om te rennen. Op vakantie zijn in de Malediven is het best. Zorg ervoor dat je de perfecte schermafbeelding voor je bureaublad hebt. En raak niet zo ontspannen dat je uit je stoel valt. Hashtag beeldschoon, hashtag cutie, hashtag supercutie. Hashtag geen make-up. Oeh, laten we daar maar geen foto van maken. Het leven van een fitnessblogger is echt zwaar. Je moet de hele dag trainen om de perfecte foto te krijgen. Phew! En nu ga ik liggen en neem wat macaroni met kaas. Wat een leuk feestje! Maak je klaar, ik ben aan het filmen. Yay, we zijn wild! En nu kunnen we ontspannen naar deze gekte. Kijk eens hoe glamorous mijn vakantiebestemming is. Kijk maar naar de oceaan. Ik leef in luxe. Hey jij, de pauze is voorbij. De vloer is niet van plan om zichzelf te wassen. Ik ben het sportiefste meisje op Instagram. Vooral als mijn personal trainer me helpt. Dit is een goede motivatie voor mijn volgers. Ik hou van joggen. Sport is mijn leven. Om eerlijk te zijn, ik heb ook een geheim leven dat alleen maar om fastfood draait. Maar dat hoeven jullie niet te weten. Oh, wauw! Dit is de gelukkigste dag van mijn leven! Maar mijn manicure stelt me teleur. Ik huur de vinger van mijn vriendin. Een nephand en een perfecte foto. Maar de ring is echt. Dat is wat telt. Dit is de werkruimte van een echte fotograaf. Wacht even, ik nam slechts 10 foto's. Waar moet ik uit kiezen? Iedereen kan pronken met een indrukwekkend décolleté. Zorg er alleen voor dat je je knieën goed positioneert. Oef, deze yoga-oefening is zo moeilijk. Waarom zou je naar een salon gaan als je een vriendin hebt met krullend haar? Ik leen wat krullen van haar voor een fotoshoot. Kijk iedereen. Ik heb een vriendin. Hoewel ze het nog niet weet, maar dat maakt niet uit. Ik neem een snelle foto met haar. Dan loop ik weg voordat haar werkelijke vriendje komt. Hey, what happened? Bye, have a great time. Uh,
Een prachtige selfie met mijn mooie losse haar. En niemand zal merken dat ik oren heb zoals Dumbo. Het maken van een goede pizza is zo moeilijk. Eerst moet je 30 minuten wachten op de levering, dan jezelf bedekken in meel. De dingen die ik doe voor de hashtag ik hou van koken. Mijn kamer is altijd zo georganiseerd. Het is jammer dat het alleen perfect is op foto's. Al mijn vrienden zijn druk bezig met het maken van kunst. Ik moet ook iets schilderen. Zoals dit schilderij. Wauw, het blijkt dat ik een getalenteerde kunstenaar ben. Wow, dit vrijdagavondfeest is gek! En het is bij mij thuis. Hoge hakken en wijn. Wie heeft een mooi leven besteld? Wij laten we 100.000 foto's maken. En laten we nu de filter vluchten uit het restaurant gebruiken. Iedereen is op vakantie. Ik eet alleen thuis worstjes. Eigenlijk is dat geen slecht idee. De juiste foto van een strand, de juiste hoek en voilà, ik ben aan zee. Hoe kun je je ex irriteren? Ga naar een club en post een foto van jou met je nieuwe man op je Insta-story. Of vraag gewoon je vrienden om te helpen. Een licht briesje zorgt voor een romantische foto. De wind blaast je haar in het rond. De föhn is weer kapot. Mijn haar werd weggeblazen door een tornado. Ik heb zulk gezond eten in al mijn foto's. Maar in het echte leven is dat niet het geval. Deze jurk ziet eruit alsof het voor jou gemaakt is. Hoe mooi! Klaar! Nu de paperclips verwijderen. Onze glimlach ziet er zo elegant en natuurlijk uit op de foto. Je zou nooit raden dat onze lach er behoorlijk anders uitziet in het echt. De eerste regel van een rijke en beroemde blogger is: draai je geld niet om. Het zal moeilijk zijn in het begin, maar je zult er wel aan wennen. Ben je erin geslaagd om een foto van mij te maken tijdens het maken van de split? Oh, ik had eerst moeten opwarmen. Zo'n extravagant leven is vermoeiend. Eerst bestel ik een duur gerecht in een chic restaurant. En dan eet ik noedels voor een maand. Mijn foto's zijn tenminste prachtig geworden. Ik ben de koningin van een goede stijl. Ach, godzijdank hoef ik niet de hele tijd in deze schoenen te lopen. Tot ziens, glamour. Hallo, comfortabele sneakers. Wat moet een magere en brakke foodblogger doen? Dat klopt. Foto's nemen van andermans eten. Op die manier zul je niet aankomen of geld verliezen. Wauw, die split is perfect. Wat is ze lenig? Hoe kan ze dat? Vond je onze Instagram lifehacks leuk? Laat het ons dan weten in de comments wat jij bereid bent te doen om een coole foto te krijgen. En jullie? Abonneer je op ons kanaal en klik op de bel zodat jullie op de hoogte blijven van de nieuwste fototrends.